Het leek ons leuk om iets meer te gaan vertellen over onze verschillende merken en producten wat we in het assortiment hebben. We zijn ondertussen natuurlijk uitgegroeid naar meer dan 20 verschillende merken, waaronder ook heel veel beautymerken. En voor de voeten hebben we ondertussen wat, voor de wimpers, noem het maar op. We hebben redelijk veel. Om jullie iets meer wegwijs te laten worden in ons assortiment, leek het dus ons leuk om wat filmpjes te gaan maken. Om te beginnen gaan we de productlijn van de zonneolie van Cindy toelichten. De meeste mensen van jullie kennen natuurlijk misschien de zonneolie wel, maar wat doet het nou precies? De zonneolie van Cindy is inderdaad dus een nagelriemolie die dus de nagelriemen goed verzorgt. De nagelplaat inderdaad goed hydrateert. Of hij wordt aangebracht na een shellacbehandeling of een andere nagelbehandeling. Maar hij kan dus ook goed, hij moet ook echt goed gebruikt worden inderdaad tijdens het dragen van een van shellac, acryl, gel, noem het maar op. Er zit ook jojobaolie in en dat is een olie wat heel dun is en dus inderdaad ook echt goed de nagelplaat intrekt. Het blijft dus niet oppervlakkig liggen, het dringt dus echt gewoon goed door naar de natuurlijke nagel. Het helpt dus inderdaad ook als je een beetje last hebt van velletjes bij de nagelriemen aan de zijkanten. Daar had ik zelf in het begin heel veel last van. Toen ben ik echt inderdaad effectief de zonneolie gaan gebruiken en ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nooit meer last van velletjes bij de nagelriemen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, gewoon een handig mediumformaat. En ze worden steeds groter, 7,3 ml, 15 ml en een salonbol 68 ml. En sinds kort hebben ze ook een hele mooie leuke zonneoliepen. Daar gaan de verpakkingen. Een zonneoliepen, ook heel makkelijk om mee te nemen. Hij heeft een mooi stiftje. Je moet eigenlijk eventjes draaien aan het kontje, dan komt er vloeistof uit. En je zult merken dat de haartjes dan inderdaad wat vochtig worden. Deze is net nieuw, dus misschien dat je iets vaker moet draaien. En je kunt dan met het kwastje kun je rond de nagel riemen. Nou komt hier nog niks uit. Omdat het inderdaad net een nieuwe is. Dus je zult in het begin even iets vaker moeten draaien. Kijk, zag je? Een luchtbelletje. Je kunt hem aanbrengen over de nagelriemrand. Niet te veel. Dan dop je er even op. Uiteraard doe je dan op alle 10e nagelriemen doe je het product. Je masseert het eventjes in. En dat is eigenlijk al genoeg. En zelf heb ik acrylnagels. Maar zelfs door acryl dringt het dus goed door. Dus je merkt echt verschil als je dit dagelijks zult gebruiken. Ook voor het behoud inderdaad van je acrylnagels. Maar ook inderdaad voor de natuurlijke nagel. En uiteraard voor de shellac ook. Ook is het zo, vooral nu in deze zomertijd, heb je te maken met veel UV-licht, chloor, zeewater, noem het maar op. Tijdens je vakantie uiteraard. De kans is dus bij shellac en eventueel bij andere merken dat het dus kan gaan verkleuren. Daarom is het dus ook heel belangrijk dat je je nagels goed insmeert eigenlijk. Beschermd dus met zonneolie, wat dus inderdaad verkleuring tegen kan gaan. Mocht je meer informatie willen hebben over dit product, laat het ons eventjes weten. Bel ons, mail ons of via social media zijn we ook te bereiken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer!